We zijn hier op het Landstede. In 2009 kwam ik hier terecht als HAVO dropout. En in de tijd hier heb ik mezelf en de weg naar boven weer gevonden. We hebben afgesproken met Ruud, een docent van toen, om samen eens goed terug te blikken. Ruud, dat is lang geleden. Ja, joh, goed je weer te zien. Ja, dat is weer de zes. Je bent niet veel veranderd. Je had toen alleen wat minder baard. Maar, ietsje minder ja, waar, hè? Ja, maar in de keel wat mij opviel was dat ondanks jouw drop-out, dat ik wel een stuk enthousiasme ervoer van jou zo van, ik kan hier wat mee. Een handvat om verder te gaan. Ja, exact. Ja. Ja. Ja, dat heeft mij toen ook heel erg geholpen weer om zo'n ervaring van ik kan dan niks. En dat je er hier achter komt dat je toch echt dingen kunt. Dat is, en dat er ook mensen zijn die dat je naar boven weten te krijgen. En daar had ik toen heel erg behoefte aan. Ja, nou ja, dat was dus ook altijd en dat is nog steeds altijd mijn insteek. Ja, toen ben ik op de universiteit theologie gaan studeren. En daar eigenlijk achter gekomen dat ik veel meer dingen interessant vond. En uiteindelijk dat geloof ook over al dat soort onderwerpen gaat. Dus op een gegeven moment ben ik rechten erbij gaan doen en organisatiekunde. Omdat ik denk dat vanuit die theologie wil ik daar graag mee aan de gang. Omdat daar mensen elkaar ontmoeten, met elkaar bezig zijn. En samen vormgeven aan hun wereld. Tijdens mijn studie leerde ik ook kwam ik erachter dat het Koninkrijk van God, waar het in de kerk vaak over gaat, dat het eigenlijk veel breder is dan dan geloven, verzoening en dat soort mooie woorden. Maar dat het ook gaat over hoe richten we de samenleving in met elkaar, hoe zorgen we voor elkaar, hoe gaan we om met de schepping. Soms ook zo plat als dat het ook gaat over stoeptegels, over straatlantaarnpalen. Maar dat het echt gaat over het hele leven, de hele wereld. En dat het Koninkrijk van God er overal zichtbaar in mag worden. En dan vind ik het fantastisch om in de gemeenteraad een bijdrage eraan te mogen leveren. Samen met andere gelovige partijgenoten. En dat we samen staan voor het Koninkrijk van God. En daar iets van proberen zichtbaar te maken in Zwolle. Ik heb ervaren wat het kan betekenen als mensen in je geloven. Als je de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen. En ik wil bouwen aan een stad waarin iedereen die ruimte krijgt. Waar we in elkaar geloven en waar iedereen gezien wordt.